누가 봐봐! 박한주만! 누가 봐봐! 박한주만! 누가 봐봐! 박한주만! What's the score? 0-0! What's the score? 0-0! Who's out is it? Who's out is it? Yo, y'all rappers, let's play. What I'm about to say, I'll probably hit y'all niggas in a real strange way. Schmucks, ducks, and half-hearted pranks. The clues, Willie Gag, Langston Hughes, Pushanks, and Cruz. I debut to make the news, and I've been cutting. Het voetbalveld van het Visio Higo in Mariakerke was afgelopen zondag het decor voor een spannend potje American Football. De Gent Gators, het Gentse team in zwarte uitrusting, speelden er hun laatste thuiswedstrijd tegen de Limburg Shotguns. Een nieuwe club die dit seizoen voor het eerst aantreedt in de Flemish Football League. De Limburgers zouden dus een hapklare brok moeten zijn voor de Gators, maar niks bleek minder waar. Want aan de rust kijken de Gators tegen een 14-7 achterstand aan. Een ruststand die onaanvaardbaar was voor de Amerikaanse coach Ike Baggett. You're making catches on us. What the fuck is up with that shit? Get your fucking heads out your asses and play football. You guys owe me big time. I am pissed off. I am very pissed off because I don't see any fucking pressure. We're playing against a seemingly weak team, but they're giving up. They're putting up more fight than we thought they would, so that's not very good. We were expecting to be up by 20-30 points at this point in the game, and now we're behind by 7, so that's not good. Yeah, you're quite passionate about the game also. Absolutely, absolutely. I mean, football is about passion. Football is about the will to win, the desire to never give up, and passion, basically. Sure. If you don't have passion, you don't need to be playing football. De donderpreek van Ajax had zijn effect, want na de rust vochten de Gators keihard terug. Toch bleef het spannend tot de allerlaatste minuut. Met deze kick legden de Gators de eindstand vast op 20-14. Er werd van ons veel verwacht. Er werd van ons verwacht dat we de wedstrijd in de eerste helft al gewonnen gingen hebben, omdat het is een eerstejaars team. Maar het ging zo fantastisch niet. En ja, in de tweede helft hebben we alles uit de kast moeten halen om ze toch te kunnen verslaan. En dat is uiteindelijk toch gelukt.